Hoi allemaal, ik ben weer live. Ik ben een paar weekjes niet live geweest door, nou ja, verschillende dingen. We hebben natuurlijk kerstvakantie achter de rug met de kinderen. Ik draai even mijn camera. Kerstvakantie achter de rug met de kinderen, waardoor we spontaan wat dagjes weggingen en andere dingen gingen doen, waardoor mijn lives in de soep liepen. En even denken, vorige week was ik jarig, dus ook toen lukte het niet om live te gaan. En vandaag dacht ik, jongens, we gaan weer even lekker een kaartje maken samen. Dus super fijn als je heel even laat weten. Oh, kijk, er is in ieder geval iemand, dus dan ben ik live. Hey Elvira, hey Maaike, eerst Linda bijbrengen. Nou, dat komt goed. Ik klets nog heel even kort. En je kan altijd terugkijken. Dus ook welkom voor degenen die op een later moment terugkijken. Maar inderdaad, het werd weer tijd om eens even lekker samen creatief aan de slag te gaan. Dus creativiteit op woensdag. Nou ja, voor degenen die mij een klein beetje kennen, ik hou heel erg van knippen. Dat vind ik heerlijk. Gewoon lekker, voor mij was voor de televisie of als de kinderen ergens mee bezig zijn. Wat ik vaak doe is, mijn oudste zit op de middelbare school, dan heeft hij iets van huiswerk, dan gaat hij beneden aan de tafel zitten. Nou, dan pak ik hem wel, dessinpapier en dan ga ik lekker aan de knip. En vaak zit Eva erbij ook te knippen of te schilderen of te tekenen of te stempelen. Maakt ook niet zoveel uit. Dus die gaat van alles ook doen en zo zitten we toch bij elkaar en kunnen we toch allemaal ons ding doen. Nou ja, wat ik pas al heb gedaan, ik ga dadelijk aan de slag met de bijtjes. Wat ik pas al heb gedaan is de Just Kidding papier geknipt. En ik heb hier nog een aantal stukken liggen. Ik denk, dat kan ik jullie wel even laten zien. Het zijn even geen hele vellen, maar jullie snappen vast wel de boodschap zo meteen. Draai ik even mijn camera. Joep. Dat is het papier met al die kindjes erop. En die heb ik ook eens flink geknipt. Dus ik heb hier van dit papier al. Ik zal ze even laten zien hoor. Maar er is al van alles uitgeknipt. Er zijn kindjes met dieren. Echt super grappig. Ik heb zelf al zitten denken: ik vind knippen zo leuk. Ik kan gewoon een knipservice aanbieden, jongens. En dan knip ik gewoon alles voor jullie uit. En dan. Betalen jullie mij een leuk bedrag daarvoor? Dan ga ik lekker naar huis. Wie weet is de gat in de markt, hè? Je weet het niet. Nou, dit zijn echt, zouden mijn kinderen kunnen zijn. Niet hoe ze eruit zien op het plaatje, maar wel heel de dag lezen. Dat doen die van mij ook. Lezen, lezen, lezen. Alles wat los en vast zit. Hier heb je een paar kinderen zijn lekker aan het spelen, aan het verkleden. Een tovenaar zit hier. Leuk voor carnaval. Kijk, andersom. Hier hebben we kindjes die lekker aan het knutselen zijn. Knippen, plakken. Hier schilderen. Superleuk. Er zijn echt superleuke plaatjes. Dus nou, ook daarvan, want ik liet jullie van de week al die. Ja, precies. Ja, knippen. Ja, en ik vind het heerlijk knippen. Alleen ik dacht ook, ja, het is ook weer zo ingewikkeld, hè? Wat moet je daar nou weer voor vragen en zo? Maar wie weet, misschien ga ik het gewoon nog een keer uitwerken. Kijk, maar ik heb dus hier nou ja, al die lieve kindjes allemaal uitgeknipt. Kijk, een meisje met een hondje. Is trouwens ook echt gewoon superleuk papier hoor. Hier, kindje wat dat lezen is met popcorn erbij. Vonden mijn kinderen ook wel een goed idee, lezen met popcorn. En hier is een kindje, die is iets kwijt. Kijk, die heeft een half arm. Oh, hij pakt hem. Hij heeft even geen zin om scherp te stellen, sorry. Maar dan staan dus ook altijd figuurtjes op de rand van het papier. En die probeer ik ook altijd te gebruiken. Dus dan ga ik dadelijk met de bijtjes in ieder geval ook doen. Kijk, zie je, de meisje heeft ook niet alle haren. Maar die knip ik dan toch uit, omdat ik vind dat we daar ook gewoon iets mee kunnen doen. Dus nou ja, super grappig. Hier een kindje in een, hoe heet het? Kruiwagen, wou ik zeggen, maar een bobkar. Nou, een kindje met een hoepel. Nou ja, zo. En er zit dus echt, kijk, ik heb er al heel veel geknipt. Dus daar kan ik heel veel kaartjes mee maken, heb ik bedacht. Kijk, er zijn er echt al heel veel. Een hele stapel. Dus, maar goed, die ga ik nu niet gebruiken. Dat is voor een andere keer. Maar ik vind ze wel echt superleuk. Dus ik ga er nog eens over nadenken, Elvira. Wat ik kan bedenken als knipservice. Net zoiets als een naaiservice, maar daar kan ik dan weer een monie kleding maken of zo. Maar, oh, daar ging mijn papier.
Maar knipservice, hey, het zou zomaar kunnen. Nou, wat ik voor nu had gedaan, of in ieder geval, dat had ik niet per se voor nu gedaan, maar ik bedacht dat dat wel leuk was. Ik heb ook alvast wat uit het Be Mine designpapier geknipt. En het Be Mine designpapier, dat is dit papier met heel veel bijtjes, bloemetjes, bijtjes met bloemetjes. Nog meer kleine, zijn hele kleine, die heb ik niet uitgeknipt hoor. Die zijn wel heel klein. Kan wel, maar heb ik niet gedaan. En hier heb je nog potten, zal ik hem zo houden? Honingpotten. En grotere bijtjes. Nou, daar heb ik alvast, ik heb geen hele vellen nog uitgeknipt, maar wel alvast wat stukken. Dus ja, welke is jouw favoriet? Die kleinste, met die kleinste bijtjes. Of gewoon al dit zijn papier, want dat snap ik ook. Hij is wel super grappig, hè? Het is wel echt heel leuk papier. En de achterkant inderdaad ook. Met die honingraad en de streepjes. En het is een beetje Valentijnskleuren, maar ja, je kunt het natuurlijk ook voor heel veel andere dingen ook gebruiken. Dus allemaal, ja precies. Ja, ze zijn ook echt leuk alweer, dat klopt. Nou, en ik had alvast wat geknipt. Dat heb ik van de week lekker inderdaad zitten doen. En ook hierin zitten een aantal bijtjes die, even kijken, deze bijvoorbeeld, die mist een stukje van zijn vleugels. Maar die ga ik wel gebruiken zometeen. Dus ik ga kijken of jullie laten zien, zeg maar, dat je die ook gewoon kan gebruiken op een kaart. Maar ook de hele inderdaad. Dus ik heb er echt heel veel. Allemaal verschillende ook, die met bloemetjes en met hartjes. Wat kleinere, wat groter. Alleen inderdaad niet de hele illumine, die heb ik nog niet gebruikt. Maar, en hier ga ik een leuk kaartje mee maken, denk ik. Ik heb nog niet helemaal niet bedacht hoe of wat precies, maar ik heb wat dingen klaargelegd. Ik knip even de laatste uit, want die had ik nog niet gedaan. En dat is nog een bijtje met een bloemetje, kijk. Super grappig. Ja, het is echt hartstikke leuk papier. En het is natuurlijk eigenlijk een beetje bedoeld als Valentijns papier. Alleen, ja, ik vind dat je dit ook gewoon voor een verjaardag of wat dan ook kan gebruiken. En we hebben al in een van mijn eerdere lives afgesproken dat we niet al te veel aaipapier mee moeten hebben, jongens. We gaan gewoon aan de slag met knippen, het papier gewoon gebruiken, opmaken, zodat je weer ruimte krijgt voor nieuw papiertje, toch? Dat was de deal, hè? En jij bent ondertussen ook met de bijtjes aan de slag. Je bent ook aan het knippen, Elvira, of je bent aan het stempelen, want dat kan natuurlijk ook nog, want er wordt ook een stempelset bij. Zo, kijk, dan heb ik deze laatste ook uitgeknipt. En ik zei van de week al, hè, het is goedkoper dan therapie, hè, als je zo... Dat is de deal, opmaken. Ja, precies. Nou, vandaar dat we nu ook ideetjes opdoen met halve bijtjes. Ik leg er heel eventjes gewoon een aantal neer en dan ga ik zo meteen kijken welke we gaan gebruiken. Want dan gaan we even een klein beetje puzzelen. En dan hoop ik dat ik jullie weer wat ideetjes geef. Eventueel voor dit papier. Kijk, dat is ook zo gek, hè? Maar ja, misschien kunnen we hem zelfs gebruiken dadelijk. En misschien inderdaad voor dit papier of voor ander papier waar je afbeeldingen uit kan knippen. Want de Stampin' Up heeft best veel designpapier waar je diertjes of inderdaad die kinderen bijvoorbeeld uit kan knippen. En daar kan je natuurlijk gewoon dit idee dan ook voor gebruiken, hè? Mocht je dit papier niet hebben of wat dan ook. Ik ga ze gewoon even allemaal neerleggen, want dan hoop ik het ook bezig. Zo. Wacht, ik laat dit doosje even hier staan, dan heb je nog niet zo'n last van die lamp. Zo. Ik heb de glazen plaat hieronder liggen, maar die spiegelt wel nogal. Bloemetjespapier, ja, ook leuk. Klopt, die is ook goed te combineren. Even kijken, nou, ik leg ze even hier allemaal neer. Ja, dan bijna. Zo, ik had al best veel geknipt al. Favoriete stempelset bedoel je? Dat is een gevaarlijke vraag. Ik vind heel veel dingen leuk. Ik heb nog steeds, hè, ik ben bijna 10 jaar demo, hè? Bijna feestje, bijna. En ik word nog steeds heel erg blij van alles wat we hebben. Dus echte favoriet weet ik niet. Maar welke ik wel al nu, ik kijk even achterom, want daar staan de stempelsets die nu net uit zijn. Ik vind deze echt wel heel leuk.
Maar dat komt vooral ook door de teksten. Ik heb een hele mooie set nu met varens. Wacht. Is dat je traag deze. Wild Ferns is echt, maar ja, varens zijn gewoon mijn favoriet. En koru, creativiteit, koru, dit is een koru. Dus die swirl, zeg maar, die je ziet. Dat is een koru. Dus daar komt mijn naam, mijn bedrijfsnaam vandaan. Dus deze set moest ik gewoon hebben. Ja, dat is gewoon zo. Maar ja, het punt is dat ik inderdaad superveel dingen echt heel leuk vind. En ik probeer gewoon zoveel mogelijk verschillende dingen te gebruiken. Dus echt een favoriet, weet ik eigenlijk nog niet. Of ik die echt kan kiezen. Ik weet het gewoon niet. Nee, dat kan ook, hè. Wat ik alvast had gedaan. Ik heb een gele basiskaart. Ik zie dat ik hem een beetje scheef gevouwen heb. Even fixen. Oh, ik heb mijn tools heel erg. Hij is een beetje scheef. Daar heb je soms. Zo. Dus, Daffodil Delight, gele basiskaart. Met een strookje wit. En ik heb de achterkant van deze, daar zit geel ook op. Dus ook. Ja, waarschijnlijk bedoelt Maaike daar inderdaad. Je hebt in de Celebration nu ook dessertpapier met wolkjes en regenboogjes. Maar ik weet niet of ze die bedoelt. Even kijken of ik hem eens een keer de Celebration volgende. Wat zeg jij, Sunny Days? Nou ja, ik weet het even niet, maakt ook niet uit. Ik kan soms niet alle namen onthouden. Wat het idee was. Ik leg me een beetje hoger neer. Ik wil dadelijk aan de zijkant van het witte papier die strookjes geel eronder uit laten komen. Maar dan moet ik even, dan ga ik zo meteen eerst even opplakken. Dus dat er zoveel mogelijk geel onderuit komt en nog een klein geel randje van het papier, van het karstok ook blijft. Op dit witte vel ga ik die bijtjes gebruiken. Dus daar ga ik zo eerst even doen. Dus dan leg ik de rest even aan de kant. Voor deze zijkant ga ik dus ook bijtjes gebruiken die niet helemaal heel zijn. Dus bijvoorbeeld deze bij, die mist zijn rechterkant. Maar die kan wel zo hier rechts tegen tegen de rand van het papier aan. Dus ik ga heel even gewoon lekker aan de puzzel. En dan gebruik ik gewoon in ieder geval dus ook die halve dieren. Of de halve bijtjes, zo moet ik zeggen. En mocht je zelf ander papier hebben, dan kan je natuurlijk ook gewoon die andere gebruiken. Hey Adrie, gezellig dat je erbij bent. Ik ben even aan het puzzelen met de bijtjes. Nou, even kijken wat we ermee kunnen maken. Kijk, deze mist een hartje, een stukje van een hartje aan de onderkant. Nou, die ga ik dus gewoon aan de onderkant gebruiken. En zo ga ik eens eventjes eerst kijken wat ik een beetje langs de randjes allemaal kwijt kan. Kijk, en ook allemaal verschillende uitstijl. De bijtjes met een bloemetje, maar ook met een hartje. Ik ga ze proberen allemaal een beetje te gebruiken. Even eentje. Dus even puzzelen. En dan ga ik dus eigenlijk een soort van achtergrondje maken met die bijtjes. En dan daar overheen ga ik een leuke tekst stempelen. Of in ieder geval met een fonds. Want direct erop stempelen, dat is niet zo handig. Heb ik eentje die gemist aan de bovenkant iets. En zo ga ik hem proberen een beetje op te vullen. Dan heb ik bijna al mijn halve. Nog niet allemaal, maar. Bijna al mijn halve eruit. Deze kant ook nog. En je kunt natuurlijk gewoon ook hele over het randje heen plakken en dadelijk afknippen. Dat kan natuurlijk ook. Alleen, ja, ik wilde nu in ieder geval ook gewoon die halve gebruiken. Want dat vind ik anders zonde. Dat, als we die niet kunnen gebruiken of als we die zouden weggooien. Nee, dat is niet handig. Dus even kijken of deze toevallig zijn al een beetje groot. Deze. Ik wil eigenlijk gewoon zoveel mogelijk bijtjes erop. Dan heb ik ook niet voor niks al die bijtjes uitgeknipt. Deze past precies in een hoekie. Doe je er ook wel eens zo een achtergrondje maken met van de stempapieren afbeeldingen? Of
Zijn jullie meer van het stempelen op een achtergrondje? En hier in het midden doe ik natuurlijk gewoon de hele rijtjes. Deze vind ik ook grappig. Wacht, deze wil ik. Deze vind ik leuker. Die past ook. Kijken of we nog een paar kleine bijtjes een beetje kunnen opvullen. En dat hoeft natuurlijk niet helemaal, ze hoeven niet te overlappen of zo. Maar ik vind het wel leuk als er ook echt wat op zit. Zo, dan hebben we niet voor niks zoveel geknipt. Kijk, deze kan ook nog, denk ik. Ik moet opletten dat ik niet te hard blaas, want dan blaas ik ze er allemaal vanaf. Kijk, een beetje krap aan die, maar. Gewoon een beetje laag knip ik er daar toch een stukje vanaf. Dat is denk ik beter. Zo. Zo, even een beetje puzzelen. Hier wil ik eigenlijk daar ook nog eentje. Even kijken. Geen halve meer die daar past. Dan wordt het die. En die ga ik daar gewoon langs het randje dadelijk gewoon afknippen. Nou, het was even een puzzel, maar volgens mij ben ik een heel eind. Dus dan ga ik ze opplakken. En die andere die nou, kan ik gewoon nog een meemaken. Dus ik heb nog één halve over. Kijk. Die heb ik nu niet gebruikt. De rest zit er voor nu even allemaal op. Dus die ga ik opplakken. Kijken of we het voor elkaar krijgen. En dan gaan we daar dadelijk een kaartje mee maken. Zo. Nou, en ik heb vandaag al een dag gewerkt. Ik werk in de kinderopvang. Dus al een lekker drukke dag achter de rug. Dan is het toch altijd ook wel heerlijk om dan 's avonds nog heel eventjes creatief te kunnen zijn. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar misschien zijn jullie wel heel de dag creatief. Dat kan ook. Zou ik ook wel eens willen, maar dat zit er helaas niet in. Ik probeer wel zoveel mogelijk tussendoor momentjes te pakken. Al is het maar inderdaad om een beetje te knippen of even iets nou ja, te snijden, te stempelen. Maakt eigenlijk niet zo heel erg veel uit, maar om even lekker te relaxen. Creativiteit, hè? Niet voor niks. Kijk, en deze plak ik nou dus inderdaad gewoon op het randje. Dus je hoeft daar ook allemaal niet af te knippen. Dat is ook wel handig. Maar in principe kun je natuurlijk gewoon elk plaatje gebruiken. En hem gewoon een beetje over de rand heen, plakken. En dan heb je natuurlijk uiteindelijk hetzelfde effect. Alleen gebruiken we nu gewoon die halve. Die we anders misschien zouden weggooien. En dat is natuurlijk zonde. En wel zoveel mogelijk van ons eipapier gebruiken, Elvira. Zoveel mogelijk opmaken. Nou, zo plak ik ze dus allemaal op. Precies. Dan doen we gewoon een beetje onze eigen knutseltherapie. Dagelijkse sessie knutseltherapie. Fijne tijd. Knippen, kleuren, puzzelen met kaart. Ja, precies. Nou, en dat is het af en toe, hè. Het is af en toe wel ook echt puzzelen, hè. Als je zo, dat is ook wel weer leuk, maar als je zo wat onderdelen hebt, inderdaad, en je wilt daar iets mee maken, dat doe ik ook wel eens. Want ik heb natuurlijk best regelmatig nieuwe sets, zeg maar, in huis. Net als vorige week kreeg ik een grote bestelling binnen. Ik had voor mezelf ook eigenlijk best veel nog besteld, omdat ik dacht, ik wil dat nog en ik wil dat nog. En dan moet ik ook echt wel erop letten, zeg maar, dat ik wel ook alles gebruik. Want je pakt vaak toch een beetje dezelfde sets of dezelfde kleuren of wat dan ook. En dus ik moet mezelf af en toe inderdaad uitdagen om ook eens een keer wat anders te gebruiken. Of inderdaad. Wat wil ik zeggen? Dat je zeg maar zegt, oh ja, ik ga nu met deze set en dit papier of deze kleur ga ik aan de slag. En ik ga niet voor elke keer mijn standaard keuze. En dat is op zich ook wel weer heel leuk. Dat je gewoon zegt, oh ja, ik ga nu met deze set iets doen. En ik mag alleen met deze set iets doen. Ik ga er geen andere set bij pakken of geen andere kleuren meer bij pakken. Dat is op zich ook wel, vind ik altijd wel leuk om te doen. Beetje te veel lijm. Dat is maar deze lijm, hè. Dat is
heb je soms dat dan net een beetje onderuit komt. Nou, ik heb ze bijna allemaal opgeplakt. En dan hebben we daar een leuke speelse achtergrond met al die bijtjes. Zeker die grote. Ja, we gaan inderdaad, we hebben een goede deal. Elvira, gewoon opmaken die allemaal. Ik heb echt nog zoveel papier liggen. En ik dacht, het moet gewoon op. Gebruiken. Dus gewoon veel designpapier gebruiken op je kaart. Hopsa. Nou. Ik zal even dit aandrukken. Kijk, nou hebben we in ieder geval een achtergrondje. We hadden natuurlijk ook gewoon zo designpapier erop kunnen plakken. Maar dit was leuker, hè? Gewoon, ik bedoel, we hebben natuurlijk dit papier. Daar hadden we ook natuurlijk gewoon zo ploep op de kaart kunnen plakken. Maar dit was wel leuker, toch? Even kijken, dan knip ik even, want ik heb er dus eentje die net toch over het randje komt, omdat die nog niet half was. Die knip ik even af. En dan is het randje netjes. Ja, je pakt toch, inderdaad, dat snap ik wel, Vieren, dat heb ik ook. Je pakt toch gauw inderdaad iets wat je kent, wat je vaak gebruikt, of toch je favoriete set, of een van je favoriete sets. Nou, even kijken, dat was die. Even de andere bijtjes. Ik bewaar er even in. Even te kijken of we daar misschien daar nog iets mee kunnen. En de rest leg ik heel even op de grond. Het is ook een nieuw voornemen. Proberen tussendoor een beetje op te ruimen. Post ik pas ook van dat bij mij altijd, zeg maar, of ik nou alleen zit te knutselen of met 10 mensen aan de tafel zit te knutselen. De rommel is hetzelfde. Nou, dan ga ik dit papier hierachter plakken. Even kijken. Dus die plak ik hier aan de achterkant van het papier vast. Zodat we hem dadelijk op de kaart kunnen plakken. Even kijken dat ik hem dadelijk van allebei de kanten een beetje gelijk heb. Dat is wel zo handig. Een beetje, ik steek net een beetje, oeps. Ik steek toch net een beetje over het papier. Oh, blij. Volgende 2. Dat had ik natuurlijk echt veel beter anders kunnen doen. Wat ik nu doe is helemaal niet logisch, want dan hou ik eigenlijk geen handje in. Heb je soms, hè, dat je iets doet waarvan je denkt, oh, dat had ik beter anders kunnen aanpakken. Maar dan kan ik hem denk ik niet meer. Nee. We laten het zo, helaas. Hij zit gewoon vast, punt, klaar. We laten hem gewoon zo. Ik had veel beter gewoon het designpapier op mijn kaart kunnen plakken. En dan mijn witte stukje kast ook erop. Want ik werk heel even hier wat lijm weg. Ik heb een soort lijmgummetje. Dat is wel handig. Die hebben ze helaas niet van stempelen. Maar het werkt wel als een trein. En zeker met die lijm van Stampin' Up, die witte. Dan kan je het ook net eventjes wat netter wegwerken. Nou, zo, dat was die. Nou, ga ik even kijken wat tekst hier een beetje bij, want je hebt natuurlijk de stempelset die erbij hoort. Be My Valentine. Daar zitten wel hele leuke Happy Valentine's Day. You'll always be the one for me. Leuke teksten in. Maar ik vond het ook wel leuk. Dat is wel een van mijn favorieten misschien. In ieder geval nu voor het Celebration. Deze Nederlandse set. Ik denk dat ik die ga gebruiken. Geniet van vandaag. En dan met deze pons ga
uitponsen. Die gebruik ik echt heel veel. Dit is echt, wat mij betreft, een van de basis must-haves die je moet hebben. Er passen sowieso heel veel teksten in, maar het is echt heel leuk om mee te werken. Dus ik ga ervoor genieten van vandaag. Is ook een van de teksten die ik denk ik al het meeste heb gebruikt nu uit Celebration. Uit die Nederlandse set. Het is toch wel leuk dat er steeds meer Nederlandse sets komen. Je geniet van vandaag. Kan voor van alles, hè? Dan ga ik de tekst een klein beetje laag dadelijk op het label uitponsen. Want dan kan ik dadelijk hier aan de bovenkant nog een bijtje plakken of een hartje. Even kijken. Dan heb ik daar iets meer ruimte voor. Als ik hem precies in het midden doe, dan heb ik daar minder ruimte voor. Dus ik ga het even zo doen. En dan zien we hoe het eruit ziet. Is het niks, dan maken we gewoon een nieuwe. Een beetje hoger. Kijk. Die komt hier bovenop. En dan ga ik even kijken, want ik heb hier ook de hartjes en bloemetjes die bij de bijenset horen. Dan gaan we eens even kijken wat we van het label gaan maken. Misschien zijn deze een beetje groot voor erop. Nou, misschien kunnen jullie even meedenken. Is deze te groot voor? Wacht, moet ik een beetje dichterbij hebben misschien. Ik heb deze en ik heb deze. Ik doe niet die met het hartje. Ik heb er nog één met een hartje, maar die vind ik een beetje. Dat is dan een beetje te veel hartje. Zal ik er twee op doen of zal ik er één op doen? Wat vinden jullie? Bijvoorbeeld zo. En dan met nog een hartje of een bloemetje van die erbij. Te groot, hè? Ja, dat vond ik ook. Ik kan zeggen, maar dat kan ook nog zo. Met eentje dan. Maar dat is nog steeds best groot, hè? Dat is eigenlijk zonde, denk ik, van. Ja, jij zegt wel twee, Adrie? Oké. Okay. Ja, of ik had hem toch in het midden moeten stempelen dan, dat ik hem zo een beetje uit elkaar had. Zal ik dat nog eens even proberen? Maak er gewoon nog één. Dan gaan we dadelijk even kijken wat het wordt. Maak er gewoon even nog eentje en dan gaan we even kijken. Ook dat is puur nog één met dat mensen. Ja, dat is ook nog een goeie. Gaan we eens even kijken. Ik ga hem eens een beetje meer in het midden doen. Kijken hoe die dan uitkomt als we de bij er dan op doen. Kijk, dan nu zit hier dus de tekst in ieder geval meer in het midden. Kijk, ik heb eentje aan de onderkant en eentje in het midden. Dan zou het eventueel misschien ook andersom zo kunnen. Dat wil natuurlijk helemaal niet als ik dat zo neerleg. Zo bijvoorbeeld. Is dat wat? Of zeggen jullie dan nee? Toch die tekst aan de lage kant en dan met eentje. Jullie mogen het zeggen. Gaan we de meeste stemmen gelden. Elvira zei twee, maar vind je dat nu ook bij deze of dan juist bij dit label? Zeg maar waar ze dan allebei aan de bovenkant zitten. Ans die zegt te groot. Eentje is genoeg. En op welk label, Ans? Die met waar de tekst in het midden staat of waar de tekst onder staat. Waar zou jij doen? De tweede. En dan de grote bij boven. Oh, dat kan ook nog. Wacht even, jij maakt het helemaal spannend. Dus omdraaien. Oeps. Dus dit zeg jij, Elvira, ongeveer dan. Tekst in het midden. Ja, oké. Okay. Nou, daar zijn we in de tekst onder. Ans wil gewoon iets anders. Ans, helemaal goed. Ik hou ervan. Ja, Elvira, oké. Okay. En Adam zegt ook tekst in het midden en dan toch twee. Ja, oké. Okay. Nou, dan zitten we nu toch wel op de meeste stemmen gelden. Tekst in het midden en dan met twee bijtjes. Dan kan ik ook nog steeds wel een bloemetje of zo erbij doen. Dat vind ik nog wel grappig. Nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga deze gewoon opplakken. Dan doe ik de grote, die plak ik plat op. En dan de kleine een beetje omhoog met dimensionals, inderdaad. Die zijn ze ook wel heel fijn om te gebruiken.
We gaan gewoon even kijken, jongens, hè. En dat is het voordeel van een kaart, hè. Daar kan je gewoon ook nog weer iets anders van maken als je dat zou willen. Nou, die zit vast. Dan even kijken. Een kleine. Waar zijn ze hier? De kleine dimensionals, die zijn groot genoeg voor op die kleine bij. De beste plakkertjes ooit, hè, die van Stampin' Up. Wat vind ik? Ja, oh ja, nou, ik vind het zo eigenlijk wel leuk. Ik zeg maar twee. Ik vond één ook wel leuk, maar ik vind dit toch ook wel grappig. Ik denk dat dit prima, prima kan. En dan ga ik toch nog kijken of ik iets leuks met deze erbij kan pakken. Auw, hier mijn vinger prikken. Dat is niet slim. Ik ga voor een bloemetje. Dan ga ik voor een klein bloemetje, anders wordt het denk ik wel te veel. Dat vind ik eigenlijk wel nog gezelliger. Maar even kijken. Maar waar hier zo. Kijk, klein glanzend bloemetje. Superleuk. Ik vind hem wel leuk zo. Toch? Moet kunnen, toch? En dan ga ik die ook met dimensions opplakken, dat hij een beetje hoger komt. Ik ga even bedenken voor twee. Ik moet er niet meer bij doen, want dan wordt het echt te veel. Soms moet je gewoon stoppen. Hè? Moet je gewoon niet te veel erbij doen. Om deze op te plakken. Ik gebruik trouwens ook wel even kleintjes. Dat is net zo makkelijk. Zo. Ik vind hem leuk. Ik vind hem leuk. Deze gaat met lijm. En dan hebben we volgens mij een hele leuke kaart. Dan ga ik de envelop daar nog eventjes versieren ook. Even kijken. Nou. Dit is leuk. Dan zetten we nog even een binnenkantje. Dan maak ik de kaart wel even helemaal af, hè? De binnenkant van de kaart. De envelop moet dan nog. De binnenkant doe ik vaak inderdaad gewoon een wit. Een stukje wit papier. Basic white. En dan net een klein stukje. Kleiner dan de kaart. Want dan hou je rondom weer een. Een klein beetje van de kleur over, zeg maar. Van de kleur die je hebt gebruikt. En dan ga ik heel even nog beginnen. Toch wel handig, zo alles binnenhand bereiken. Want dan wil ik hier nog even een stukje. Een stempel. Oh, dat kunnen jullie niet echt zien. Honingraadstempeltje. Dan maak ik daarmee de binnenkanten af en die stek ik dan ook op de envelop. En dan past die helemaal bij elkaar. Oh, dat zien jullie net niet. Sorry, hij lag buiten beeld. Belopje. In ieder geval diezelfde honingraad op de stempelen. Dan match je in ieder geval de envelop alvast bij de kaart. Dan kun je die erin. En zo. Dan is dit de voorkant. En de binnenkant. Dan hebben we de envelop. En dan ga ik hier. Op de flap ook nog even dessertpapier doen. Want we hadden afgesproken, we gaan dessertpapier gebruiken. Dus dan ga ik eventjes hier nog wat leuks kiezen. Even kijken. Welk het bord. We gaan het hier hebben. Net niet natuurlijk. Net gelijk. Nou, dan ga ik voor de bloemetjes. Die zitten ook op de kaart. Dat gaat niet.
iets anders bedenken. Ik wilde de bloemetjes erop doen, maar dat gaat dus niet. Kijk, ik heb dit papier eens door de helft gesneden. En dat past net niet op de envelop. En anders gaan de bloemetjes de verkeerde kant op. En dat gaat bij mij niet goed. Dus ik gebruik gewoon deze achterkant. Dit past, dat is het voordeel van het dessinpapier. Dat past, past allemaal bij elkaar. Hè? Dus ik ga gewoon voor die streepjes. Wat ik dan doe is op de flap van de envelop doe ik lijm. Gewoon een laagje lijm zoals je normaal ook zou doen. Niet al te veel, want dat is helemaal niet nodig. En dan plak ik het papier erop. Zodat hij goed op het randje zit. Ja. En dan knippen we hem dus af. Dan maak je dus de envelop open en dan knip je hem hier zo langs het randje. Met je papierschaartje. Gewoon af. En dan heb je daar echt een hele leuke envelop bij je kaart. En ik weet het, er zijn heel veel mensen die gooien de envelop weg. Maar toch, als je een envelop in de brievenbus krijgt die gestempeld, versierd, leuk papiertje, leuke stempel op de buitenkant heeft. Dan word je daar toch blijer van dan een simpele witte envelop, toch? Tenminste, ik wel. Ik was vorige week jarig, ik heb allemaal leuke kaartjes gekregen. En dan elke keer denk ik, oh leuk, post. Ik hou van post in de brievenbus. Kijk, de envelop. Het honingraadje en dan op de achterkant een gezellig papiertje. Nou, dat is toch superleuk. Je zou zo'n kaart in de brievenbus krijgen. Hartstikke gezellig. Dus ik vind dat leuk. Krijgen jullie nog veel post? Kijk, als ik jarig ben, dan krijg ik allemaal zelfgemaakte, of heel veel in ieder geval, zelfgemaakte kaarten. Dat is natuurlijk altijd leuk. En eigenlijk ook altijd dus gezellige enveloppen. En dat vind ik toch leuker dan alleen een wit envelopje. Nou, kijk eens. Ik vind hem zo leuk. Super grappig. Ik zit te denken. Ik heb eigenlijk wel zin om nog één kaartje te maken. Hebben jullie tijd nog voor één kaartje? Ja, je kunt ook altijd terugkijken als je eigenlijk geen tijd meer hebt. Maar ik heb nog wel een ideetje om nog wat receptjes te gebruiken. Ik moet even zoeken of ik wat ergens nog achterstuk liggen om een kaart mee te maken. Even de camera, sorry. Ja, Vira wel. Nou goed zo, je hebt tijd, dat is fijn. Ik ga deze keer, ik leg deze even aan de kant die we net hebben gemaakt. Om de schubbetjes aan de kant. Ik had eigenlijk gezegd dat ik zou opruimen tussen de blok, maar hij gaat me natuurlijk niet opruimen. Dan ga ik weer even een basiskaart snijden. En dan rillen. Dan gaan we eens even een kaartje over de lamp maken. Dankjewel, Adrie. Ja, ik vond hem zelf ook leuk. En eigenlijk heel erg simpel. Ja, je moet even wat tijd besteden aan het knippen. Dat is wel... maar goed, dat is niet erg. Meestal hebben we daar wel tijd voor. Dan ga ik in deze op maat maken. 40,3. Praten en denken, dat gaat niet altijd samen. 14,3. Dan is hij net weer een stukje kleiner dan mijn basiskaart. En dat betekent dat je dus rondom een randje overhoudt. Wat ik ga doen, ik ga daar toch nog een paar van die bijtjes gebruiken die ik dan toch al uitgeknipt heb, want dat is wel zo handig. Ik ga proberen een beetje met de materialen die ik nu dus heb liggen, dus die inkt en die kleuren ga ik eens maken. En met het dessinpapier, want daar gingen we nog meer van gebruiken. Even kijken, want ik heb hier wat netjes. Ik ga even kijken wat ik daarmee kan brouwen. Die bloemetjes vind ik toch ook echt wel heel erg leuk. En dit eigenlijk ook. Het is wel echt super. Het is wel echt super leuk. Ik heb een idee. Ik ga even kijken of ik iets hoort in de uitwerking. Even kijken. We gaan gewoon iets uitproberen. Mm-hmm.
Dus eigenlijk is kaarten maken inderdaad niks anders dan puzzelen. Gewoon puzzelen met alle onderdelen en kijken of het uiteindelijk iets wordt. En ik vind het dan eigenlijk ook nog leuk als we het niet helemaal allemaal uitgemeten. Natuurlijk moet je netjes werken en precies werken, maar soms mag je ook gewoon nou ja, niet alles helemaal uitgedacht hebben van tevoren. Net als bijvoorbeeld nu met de dessertpapier. Het zijn niet allemaal precies even groot. Ze zijn niet allemaal even lang en niet even breed en niet even. Maar dat hoeft ook niet. Kijk. Dat we het zo doen. En zo zie je dat je eigenlijk met een paar restjes ook weer gewoon een heel leuk achtergrondje zo kan maken. Kijk, hij zit nog een beetje scheef, hè? Maar daar komt dadelijk goed. En inderdaad, expres een beetje scheef plakken, dat is beter dan een klein beetje scheef waarvan je denkt, moest die nou eigenlijk recht zitten of niet? Dus die ga ik denk ik zo doen. Dan ga ik even kijken of we nadenken. Kijk te zoeken. Ja, dat kan wel. Even kijken welke bijtjes ik wil gebruiken. Ik heb er dan toch nog een aantal liggen. Zullen we toch een Valentijnskaartje maken? Of in ieder geval iets voor iemand die je heel lief vindt. Hoeft niet per se Valentijn te zijn. Soms mag je ook gewoon zomaar een kaartje naar iemand sturen. Hè? Dat is ook leuk. Dan ga ik toch ook hetzelfde label weer gebruiken, maar dan ga ik nu wel even een tekstje. Wat zullen we doen? Happy Valentine's Day. You make my heart burn. Dat is eigenlijk wel heel leuk. Je laat me vast doen. Nou. Gaan we eens even kijken. Rood is toch wel duidelijker dan geel. Ik zei al dat ik niet andere kleuren ging pakken. Dus. Nu. En even kijken of de pot ook zo een beetje uitkomt. Gaan we ook hier weer worden met een labeltje. En dan gaan we daarop eentje met een hartje plakken. Dat mag wel, want dat past dan wel bij You Make My Heart Buzz. Deze is lekker. Gebruik ik weer even een kleine lijntje om het bijtje op te plakken. Miskraantje. Kijk, daar zit hij goed vast. Ja, super grappig. Deze even opplakken. Kijk, en zo zie je de ene kant van het papier heeft die drukke bijs, maar ja, de andere kant is dan eigenlijk een stukje rustiger. Dus dat is ook wel heel leuk om juist dan die andere kant ook te gebruiken, terwijl je het bijtje dan uitgeknipt heb bijvoorbeeld. Ja, Elvira, wat doe ik met al die kaarten? Ja, goeie vraag. Ik verkoop ze sowieso. Ik verstuur heel veel kaarten. Ik geef ze ook weg. Van alles. Ik heb er nu nog best wel wat thuis op voorraad liggen, zeg maar. Maar ja, ik kan echt niet alle kaarten die ik maak verstuur ik ook niet. Dan zouden mijn vrienden en familie gek worden, denk ik, van al die kaartjes die ik altijd stuur. Maar ik probeer voor heel veel verschillende gelegenheden wel kaartjes te versturen of weg te geven. Zie ik weer twee dingen tegelijk, hè? Dat is niet slim. Hier moest nog klein man. Ja, ik maak natuurlijk heel veel voorbeelden. Hè? Dus inderdaad, zo tijdens mijn live, maar ook gewoon heel veel om op Facebook te laten zien of om leuke nieuwe producten te laten zien. Dus ja, dan heb je gewoon echt wel heel veel soms. Ja, ik probeer ze te verkopen. En
anders inderdaad geef ik ze dus gewoon ook soms weg. Of ik verstuur ze zoveel mogelijk. En dat is eigenlijk wel het leukste. Ik vind, maar ik had het eigenlijk net al, zelf ook altijd echt een feestje om, om kaarten in de bus te ontvangen. En ik denk altijd dan maar dat anderen dat ook vinden. Kijk, en als je gewoon naar een verjaardag gaat, kun je natuurlijk gewoon een kaart meenemen. Maar ja, mocht iemand wat verder weg wonen of wat dan ook, dan is het ook echt wel heel leuk om, om een kaartje op te sturen, denk ik. Dan ga ik heel even kijken. Ik weet eigenlijk niet of er nou ook lint bij hoort bij deze suite. Ik ga hem even spieken. Er staan zoveel leuke dingen in. Oh ja, tuurlijk. Hier ook. Natuurlijk. Misschien kunnen we nog een leuke. Deze hoort er eigenlijk, hoort er eigenlijk bij. Dan hadden we, oh, dat kan ons nog. Ik wou zeggen, dat hadden we natuurlijk kunnen doen. Dat is ook leuk. Ja. Oké, dit wordt hem. En zo zie je, als je dus een hele suite hebt, dat past allemaal bij elkaar. Je hoeft het eigenlijk maar even allemaal bij elkaar neer te leggen. En dan komen de ideeën vanzelf. Dat is ook wel weer heel erg leuk. Ik ga dit lintje dus, dat hoort dus bij deze suite ook. Ik had dat witte strookje opgeplakt. En dan ga ik het lintje dus overheen, overheen plakken. En dan plak ik hem aan de achterkant vast. En dan gaan we hem dadelijk verder afmaken. Even kijken. Piepje. Ik vind dat wel leuk, zo spontaan wat bedenken. Kijk of die nog goed zit. Nou. Dan komt gewoon het lintje aan de achterkant van het papier vast. En dan brengen we hem naar de andere kant en dan plakken we hem daar ook weer vast. Even een hulptool inschakelen, een hulphand. Zo, dan blijft hij tenminste zitten, dat vloekt hij eigenlijk los. Maar het is soms een uitdaging inderdaad, Alvira, om al mijn kaarten weg te krijgen. Nou, zo gaat hij worden. Dit is leuk, denk ik. Dan komt het labeltje hier dadelijk overheen. Deze ga ik met dimensionals opplakken. Ik doe eigenlijk altijd, als ik zo aan de achterkant een lintje heb geplakt, plak ik dat stukje met dimensionals op. Want het lint zorgt er natuurlijk voor dat er anders een klein hobbeltje, als je hem strak op zou plakken, dan komt er een hobbeltje in. En dat vind ik eigenlijk niet zo mooi. Dus vandaar dat ik nu ook dimensionals gebruik, dus om weer witte op de basiskaart te plakken. Daar gaat hij. Wat kan ik allemaal mee doen? Ja, inderdaad. Ja. En ik probeer ze altijd wel op Facebook inderdaad te laten zien, ook voor de verkoop. Maar daar, ja, daar valt meestal niet mee. En soms dan blijft er een kaart liggen en die stuur ik dan zelf weer op of zo. Dus ik nodig mensen ook altijd graag uit om gewoon hier te komen kijken wat ik allemaal heb liggen. Dan komt deze hier en dan gaan we daar nog wat leuker. Een embellishments erbij plakken en dan hebben we nog een kaartje gemaakt. We moeten nog even de binnenkant daar natuurlijk afmaken. Even kijken. Deze nog hier. Ja, je zou nog een aantal extra, maar dat doe ik nou niet, maar een aantal extra bijtjes erbij kunnen plakken. Maar we gaan nu voor de embellishments. Nog een hartje. Ja, we gaan nou toch maar even voor de... Oeh, nou weg. Dat zagen jullie niet, maar die ging echt heel ver weg. Ik weet niet eens waar die naartoe ging. Nou ja. Die kom ik dadelijk al ergens tegen. Poging 2. En nog eentje. Oei jongens. Soms moet ik een beetje op mezelf lachen. Zo. Nou, hoe leuk.
drie leuke hartjes erop. Deze even aan de kant. Dat is dat. Een binnenkantje. Even een extra stukje wit pakken. Want... Maar die heb ik hier altijd stapels op voorraad. Dat is toch de kleur die ik het meeste gebruik. Ja, het is echt heel anders, hè? Ja, pakken is dat altijd weer. Even kijken. Dit is wel het mooiste formaat. Die komt dan hier naar de binnenkant. Even kijken wat we hierop kunnen stempelen. Oh, deze kleur trouwens. Ik weet eigenlijk niet of ik de naam genoemd heb. Maar het is Sweet Sorbet. Dus sorbetijs. Lekker, lekker. Nou, ik ga gewoon helemaal voor de hart dus deze keer. Lekker zoet. Lekker zoet. Kleine hartjes. Zo. Aan de binnenkant. Kijk, dan hebben we de voorkant en de binnenkant. En een envelopje. Nee, daar komt deze kaart had ik niet voorbereid. Hè? Dus dan moet ik iets meer lopen. Dat is een envelopje. Ga ik voor deze nou even gewoon alleen voor de hartjes erop. Niet of nog een papiertje erop plakken, maar dat kan dus wel op het flapje. Kijk, dan heb je zomaar een andere kaart ook erbij. Deze. En wat ook nog heel leuk is, maar daar ga ik nou niet meer doen. Maar daar ga ik wel nog doen. Ik denk zelfs, maar niet vandaag meer, maar van de week. Ga ik met deze pons, dus die ik net gebruikt heb voor de tekst, daar ga ik decemberpapier mee uitponsen. En dan ga ik daar een achtergrondje mee maken. Dat ga ik wel nog doen. Dat vind ik ook wel een leuk idee. Maar dit zijn ze geworden. Ik ga nog één finishing stukje doen en dan sluit ik af. Want ik vind eigenlijk zeker die bijtjes die hierop zitten en deze. Ik moet wel aanwijzen. Deze komt omdat ik op de camera keek. Dan ga ik even de vleugeltjes een beetje bling geven. This Wink of Stella, zo heet die. En dat is echt superleuk. Heel fijn glitter. Heel fijne glitterpen. Ik heb een penseel. Het is een kwastje. Ga kijken of ik dat jullie kan laten zien dadelijk. Ik ga die vleugeltjes dus daar eigenlijk mee inkleuren. Het is een soort kwastje. Dan ga ik kijken of jullie... Of jullie het ook op camera kunnen zien. In het echt is het goed te zien. Dankjewel, Adrie. Ja, het is leuk om zo even spontaan, want ik had het eigenlijk niet voorbereid. Maar dan pakt het gelukkig goed uit. Even kijken of, jullie het, of ik het jullie kan laten zien dat hij een beetje glinstert. Maar... Ja, ik denk het wel. Ik zie het op mijn computer in ieder geval wel. Ik hoop dat jullie het ook kunnen zien. Maar er zit er een heel klein glinstertje op die vleugeltjes. En dat is eigenlijk wel weer heel erg leuk bij die bijtjes. Dus dat doe ik bij deze, maar dan alleen dus die bijtjes die hierop zitten. Niet allemaal. Maar Wink of Stella, ja, ik gebruik hem echt superveel. Je doet er enorm lang mee. Dus er komt echt maar een heel dun laagje uit. Maar het geeft net even wat feestelijks. Dat is het voor van alles en nog wel gebruiken. Maar ik vind het dan wel weer leuk. Maak het net even af. Deze nog. En dan ronden we zo af. Zo. Yes. Wink of Stella dus. Jawel, het is nog steeds te koop op hier. Jazeker. Gelukkig wel. Jawel hoor, die kun je gewoon nog bestellen. Ja, gelukkig. Dat zou echt zonde zijn als die er niet meer zou zijn. Ja, hij staat in de jaarcatalogus. Ik zal hem even opzoeken. Laat ik zo nog even de kaartjes zien.
Hij staat in de jaarcatalogus. Moet ik even nadenken. Hier. Nee, dat is niet waar. Even kijken. Ja, wel. Op bladzijde 137 staat Wink of Stella. Helemaal onderaan. Daar staat hij. 9,75 kost hij. Je doet er super lang mee. Hij is echt heel gaaf. En ook om spettertjes op je kaart te maken of zoiets dergelijks. Hij is echt heel mooi. Heel mooi fijn zilverglitter. Glimmertje. Het is niet eens echt glitter, maar het is echt een glimmertje. Kijk, zo kun je wel een beetje zien. Dit is zeker nog te koop. Kijk, dit zijn ze geworden, dames. Tenminste, ik ga ervan uit. Allemaal dames. Deze en deze. Ja, voor je kerstkaarten. Oh ja. Ja, precies. Maar ik geef net even zo'n extra glimmertje. Glimmertje. En deze kaart. Geniet van vandaag. Nou, superleuk. Hey, ik ben deze week op vrijdagochtend nog een keer live om al mijn retired producten aan jullie te laten zien. Want die heb ik dus ook nog heel veel liggen. Net als heel veel kaarten heb ik ook nog heel veel oude producten liggen. En die zoeken echt allemaal een nieuw huisje. Dus ik kom vrijdagochtend nog een keer live. En dan dus niet om te knutselen, maar echt lekker voor de verkoop. Dus als je daarbij bent, superleuk. Dan kan je meteen eventueel producten reserveren. Je mag ook gewoon gezellig voor de klets komen. Dat mag ook. Ik ga heel even mijn camera omruilen. Vrijdagochtend. Hoop ik jullie allemaal weer ook te zien. Ja, supergoed, Elvira. Je bent erbij, gezellig. En dan gaan we gewoon kijken. Ik heb echt enorm veel. Heel veel dessertpapier nog. Maar daar gaat dit jaar verandering in komen, Elvira. Hebben we afgesproken. Dus dat komt goed. En heel veel stempelsets, stanzenponsen, van alles en nog wat. Dus die ga ik vrijdag allemaal laten zien. Voor nu ga ik lekker afsluiten. Ga ik nog eventjes met mijn kindje knuffelen voordat ze gaan slapen. Dan hoop ik jullie vrijdag allemaal te zien. En anders volgende week. Dan ben ik er ook weer gewoon als er niks geks tussen komt. Dank jullie wel allemaal voor het meekijken en het kletsen. En dan zie ik jullie gauw weer. Dank je wel allemaal. Doeg!